wat er vooraf ging in The Evil Within. Die vent komt nu achter me aan, hè? Hij komt zeker achter me aan. Dat zijn de beste vriendjes. Ik pak mijn pistool. Ik schiet hem nog een keer. Het lukt niet. Het lukt niet. Ja, gaat hij dood? Ja! Hij is dood. Kunnen we die kettingzaag niet houden? Dat zou fantastisch zijn. Kijk, dit vind ik wel gaaf. Dat het gewoon een stukje is zonder zombies en alles. Waarom komt hij op me af? Hij zit hier achter, hè? Hij zit achter dat doek. Oh shit. Maar hebben we het over een geest of hebben we het over een persoon? Ik weet het nou echt niet meer, hoor. Ik ga hier maar gewoon doorheen, denk ik. Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van The Evil Within, aflevering 5 zitten we in. En we waren vorige keer gestrand in de put. Of we waren in ieder geval in een heel vies gebied. En er ging een licht aan. Ik weet niet zo goed wat dit precies voor vieze, bloederige toestand is. Maar wat we wel zien is dat de letterboxen weg zijn gehaald. Het is dus een update van Bethesda om die hele grote zwarte balken onder en boven weg te halen. En dat klaart tenminste wel weer op. Ik zie gelukkig wel wat meer nu en dat scheelt heel erg. Hebben wij wapens? We hebben genoeg kooltjes. We gaan eens kijken, we kunnen deze hendel trekken. Het ziet er niet goed uit, het ziet eruit als een... Het ziet eruit als iets dat lijken naar beneden... Kan ik het nog een keer doen? Komt dan weer een lijk? Wat is dat? Zal ik het doen? Ik kan het niet laten. Bibbidi babbidi boe. Ik sprong naar beneden. En ik heb een tonnetje. Ik denk dat we hiermee voorzichtig moeten zijn. Sneakbom. Ik zag hem echt niet. Ik denk ik ren weg verder. Ik kan ook die kools niet oppakken. Kan ik dit kistje kapot slaan? Ja. Er zit leven in. Zullen we dit leventje even pakken? Ik vind dit een heel goed idee. Zo, waar is het leven? Daar is het leven. Use and equip. Zo, kijk, dat scheelt weer. We hebben weer wat leven erbij. Niet heel veel. Iets minder dan de helft. Maar daar moeten we het gewoon mee doen. We hebben gewoon geen keus. Ik ga graag laddertjes op, zoals jullie al weten natuurlijk. Dan zitten we hopelijk veilig. I don't trust this anymore. Nog een hendel. En een soort van spulletje zie ik. Nou ja, niet een soort van. Het zijn gewoon spulletjes. En weer leven. Ik ga het gewoon weer gebruiken. Dit leven heb ik nodig. En ik wil me gewoon zelf helemaal upgraden. Tot het uiterste niveau. Zo, hoppakee. Spuit maar die injectie in me. Dan ga ik deze hendel overhalen en dan gaan we kijken wat er gebeurt. What the fuck? Er ging weer wat af. Ja, ik weet dat ik daarheen moet. Maar ik weet ook dat ik gewoon heel erg moet uitkijken, zeg maar. Wat er gaat gebeuren. Want ik weet zeker dat er daar wat uitkomt. Een grote reus. Ik weet het nou al. En ik weet ook dat ik me te pletten gaat schrikken. Oh shit! Holy crap. Jezus, spring hier omhoog! Wat moet ik doen? Oh jezus, wat moet ik doen? Schieten? Ik weet niet zo goed of ik moet schieten. Ik moet in ieder geval wel schuilen voor die gasten. En ik kan ze niet allemaal schieten. Dus ik moet ze sowieso een soort van iets anders doen. Ik moet niet anders doen. Ik ren niet weg. Sowieso. Moet ik hier wegrennen? Nu moet ik haar opschieten, want ze komen achter me aan. Ze rennen serieus achter me aan. Oh shit. Dippity doo da, zippity day. My oh my, what a wonderful day. You're like precious, zippity. Let op. Kom maar. Een paar monsters, mag wel. Hoppakee. Er komt ook een grote beest. Hoe gaan we springen? Gaan we dat halen? Ik moet schoppen, denk ik.
Ik weet niet wat ik moet doen moet. 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 Kom op, spies hem. Spies hem alsjeblieft. Nee. I have done this well. Yeah. Ik heb dit gewoon gedaan, mensen. Ik heb dit gewoon gedaan. Ik ben trots. Ik ben echt trots. Je moet de dingen in de omgeving moet je vinden. Ik heb heel wat kogels kwijt, maar ik wist dat iets ging gebeuren. Soms kan je dat gewoon merken, zeg maar. Wat ik nu ga doen is... Even kijken. Dat spul wat we hebben gepakt. Wat een pittige game. Echt waar. Je kan gewoon... Wauw. Serieus, echt heel hard. Kunnen we hier naar boven? Nee. Kunnen we dat ding uitschakelen wat hier zit? Is er namelijk zo'n zendertje. Dat ziet dat ik gewoon weg hier uit het verschrikkelijke ding. Lange gang hou ik sowieso niet van. Wat is hier aan de hand? Gaan we een jumpscare krijgen? Zal het er die? Nee, natuurlijk niet. Deze game heeft gewoon... Ik bedoel, we hebben wat gehaald. We hebben het gehaald. Kunnen hierin? Ik weet niet. Nee, zit op slot. Gelukkig. Anders hadden we weer twee kanten opgekund. Kan die spullen pakken? Kogeltjes. Mooi zo. Er liggen nog meer spulletjes. Kan ik die ook oppakken? Of is het gewoon niks? Het is gewoon niks. Is dit de kamer van Sal? Lijkt het wel op. Oh! Holy shit, nee joh! Oh my god! Oeh, nee, wat denk je nou? Oh, shit, I better run. Ja, dan snap ik dat ik moet rennen. Waar moet ik heen dan? Waar moet ik heen dan? Dat beest komt achter me aan! Ik weet niet waar ik naartoe moet! Dat beest komt en ik kan niet meer verder! Oh! Holy crap! Rennen! Ik ben weer moe! Dat beest komt aan! Kom op! Schiet op! Kom op! Naar beneden! Oh, alsjeblieft, kom niet naar beneden! Holy crap, nee, meen je dit? What is it with you? Oh, kom op! Hopelijk vertraagt hij dat beest. Ik weet niet waar ik het in de fik steek, maar ik weet niet zeker of het... Ja, het steekt gewoon in de fik. Jesus Christ, dit zijn echt dingen die je gewoon niet verwacht in die game. Laat alsjeblieft een beetje ophouden. Laat het ophouden. Schiet de hoofd eraf! Het houdt gewoon niet op in die game. Dus kop eraf schieten lukt gewoon niet. Waar moet ik heen? Moet ik hierheen? Ja, mijn karakter vindt het nodig om zeg maar op adem te komen. Terwijl ik zeg maar een soort van moet rennen. Oké, ik moet nu gaan rennen. Sowieso. Oeh, ja! I can't believe it. Nee, ik snap het ook niet. Ik wil zeg maar spullen hebben. Wat zit hier in een koffertje? Oh, nou ja. Shotgun shells. Eentje. Echt maar eentje. Kan het eraf? Dan heb ik er maar twee. Maar uitkijken hier trouwens, want... Er rood licht. Dat red light district. Hoe groot is dit? Oh shit. Hij komt eraan. Ik weet niet wie het is, maar ik weet wel, als die je aanraakt ben je dood. Dat weet ik wel. Oh.
Nee. Wat? Ik weet niet wat dat voor einde was, maar dat was heel apart. Wow. Oh, jongens, ik ben een beetje... Jeetje, ik had het niet verwacht. Ik ga even rustig aan. Dit is iets wat je niet verwacht in een game. Dat maakt The Evil Within waar, zeg maar. Dus we gaan gewoon door met de volgende chapter. Chapter 5. En ik heb gemerkt dat de game echt heel pittig is, dus ik merk ook dat, zeg maar, het niveau is echt heel erg pittig. Wat is dit? Zit hier mensen in? Moet ik hier überhaupt wel heen? Dat ik, zeg maar, een soort van hier vandaan kwam. Heel veel stof. Moet ik hier naartoe? Ik weet het zelf niet, maar ik ga het gewoon doen. What the fuck was dat? Ik hoor monsters. En daar verscheen net een gedaante. Oh! Ik wist niet dat je er zat! En zo, want ik zag je niet. En... Het is dat onzichtbare monster. Dat vind ik zo'n kutmonster. Ik wil hem best schieten, maar ik weet niet of hij daar zit. Bekijk maar lekker. Ik ga lekker weg. En ik heb hier weer iets. Een logboek. Journal. Ik vind dat monster zo verschrikkelijk wat er aankomt. Wat nu op de ramen zit te bonken. Wat nou op de ramen. Wat nou op die deur zit te rammen om mij te vermoorden. Oh, gelukkig, ik ben weg. Oh, ik ben heel blij om. We zitten gelukkig weer veilig in het hospitaal. Waar we weer onszelf kunnen upgraden. En waar de zuster is waar ik het spel kan opslaan. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is, want ik heb net het spel opgeslagen. Zeg ik van, het is lang geleden dat jij weer bent gekomen voor een bezoekje aan het ziekenhuis. Dag, we hebben onze schoonheid weer. Dag mevrouw, heeft u wat nieuwe ladingen voor me? Geef me gewoon even 300 kogels. Dan ben ik gewoon veilig, weet je. Gewoon 300 kogels, niet meer, niet minder. Nou ja, meer mag altijd. Geef gewoon even wat kogels. Hé, dat is wel beter hè, met die balken, heb je het gemerkt? Ik vind het wel heel erg verbeterd. Ik hoop dat jullie het ook vinden. Dat we een beetje dezelfde mening hebben. Hebben we een sleutel gevonden? Kunnen we weer wat openen? Ik heb wel één sleutel, ja. En ik heb kogeltjes die ik... 12 kogeltjes! Ik kan die oneindig pakken! Dat is fijn. Ik kan oneindig kogeltjes pakken. Volgende sleuteltje. Ik doe gewoon die, YOLO. Er liggen ook weer kogeltjes in. Pistoolkogeltjes! Oneindige pistool! Alsof... Dat is fantastisch! Alsof ik het cijfer... Mag ik 300 kogels? Nou, dit zijn gewoon de oneindige kogels die ik kan vangen. En het is ook toevallig dat ik die heb geopend. Want stel je voor dat daar niet een zeg maar, kogels in zaten. Ik heb nu gewoon voor mijn shotgun oneindig kogels en mijn pistool. Dat is zo fijn. I love you, game. Ik ben echt blij nu. Nee, ik ben gewoon opgelucht. Ook al kan ik maar 17 kogels vangen. Of in mijn inventory hebben. Dat moeten we snel corrigeren. Door de upgrades te kopen met onze brain points. Ik ga eens kijken, de brain points. Ah, oh, er is gelijk een minder druk op mijn hart, zeg maar. Nu ik weet dat we gewoon oneindig kogeltjes kunnen krijgen. In dus de hospitaal. Oh, die deur gaat stroef. Dag mevrouw, ik wil graag het spel opslaan. En dan wil ik daar ook nog een keer bij doen. Nee, cancel niet, ik moet het opslaan. Hup, accept. En dan ga ik mezelf even een brain freeze geven. Alsof een slush puppy in één keer achterover schenken. We hebben 2000 punten. En we kunnen upgrades kopen voor een shotgun, maar we kunnen ook voor een pistool doen. En ik vind het pistool iets krachtiger. En ik denk dat het ook wel beter is als we, zeg maar, mijn wapens upgraden. En dan zozeer gaat het om de shotgun. Fire rate, reload point, clip capacity. Voor de pistool? Even kijken wat het voor het pistool is. Pistool clip capacity is 2000. Maar voor de shotgun is het, zeg maar, 4 kogels. En bij de clip capacity 7. Dan kan ik wel veel meer pistoolkogels. Maar ja, pistool is eigenlijk niet zo sterk als een shotgun. Dus ik ga voor de upgrade shotgun.
En dan de volgende keer ga ik voor de upgrade pistool. Dat is misschien beter. Want nu hebben we 17 kogels voor dus, de pistool. En we hebben, even kijken. Nou, we kunnen maximaal 4 kogels dus nemen. We gaan even kijken wat hoeveelheid we kunnen pakken met de shotgun. Wat een mooie Windows computer. Dit is echt het fijnste wat ik ooit heb gezien hier. Dit wordt echt mijn favoriete muur dit. En jammer dat ik gewoon niet even die sleutels kan inspannen met een lettertoets van druk op de K. En dan is het gewoon cool. Dan is het gewoon allemaal fijn. Dan moeten we uitkijken dat we inderdaad dat beest, dat is hier ergens. Want het oogje, oh, de pijlenboog. We hebben de pijlenboog. Oh shit. Je hoeft alleen maar deze deur te openen en dan schiet ik je hoofd eraf. Dat is een heel goed idee. Oh, oh. Ik schrok. Die motherfucker! Nog een keer. Wacht dan nog een keer. Hij is levend. Hij leeft nog. Want zijn hartje, zijn oogje staat er nog. Maar dit is een beste positie om dit te doen. Let op. Je hoofd eraf, Magol! Ja! Oké. Hij is dood. De onzichtbare Magol. Goed zo. En ik vind het nodig om even terug te gaan naar de spiegel en even mijn kogels te halen voor de shotgun. Je weet maar nooit. We skippen het wel even. Ik heb de monster dood en dat is heel fijn. Kan ik dit open doen? Niet dat ik dat wil. Maar wie weet. Op het vieze. Ik zie een heel mooi portret. Oh, wat gaat er open? Oh, die deur gaat open. Oh shit. Waarom gaat die deur open? Oh, ik vertrouw het niet. Portret. Komt er weer een monster? Ik hoor iets. Is het weer zo'n onzichtbaar monster? Waarom moet ik in horror games altijd in wc's? Ik moet altijd in wc's. En ik vertrouw dat niet. Oh, dat muziekgeluid ding. Heel vet gedaan ook. Oh, wat vinden we hier? Brain freeze points. 1000? Dat is heel veel. Oh jongens, die geluiden. Vincent, laat je niet kisten. Laat je niet gek maken door een beetje van die rare geluidjes. Er zit een gat in de vloer. Er zit een gat in de vloer. Ja, een gat in de vloer. Het geeft geen moed. Er zit een gat in de vloer. In de vloer. In de vloer. Ja, ik moet naar beneden, ik weet het. En ik weet ook dat er beneden gewoon hele vervelende mensen zitten. Ik kan het nu al gewoon zeggen dat het gewoon vervelend wordt als ik naar beneden ga. Ik zie een hele creepy pop. What the fuck is dat? Een sleutel! Ik heb een sleutel! Die sleutel, dat... Oké, we vinden die dus in Heilige Maria beeldjes. Wat hoor ik? Er gaat een deur open. Wegdeur. En kogels. Daar kan ik ook heen. Ik kan dus twee kanten op. Ik kan die kant op. En waarom kijkt die... Waarom ligt hier een baby? Dat is echt creepy. En hier ligt een babyhoofdje. En hier liggen dingen in. Torches hebben we nodig. Torches. Een televisie voor jou en mij. Met leuke programma's van de Teletubbies en alles. En wat zien we hier? Een rolstoel. En die rolstoel, daar zit niemand in. Hoort er iemand in? Kunnen we daar niet in gaan dragen? Oh, een checkpoint. Ik vertrouw sowieso geen checkpoints. Zo mensen, als het goed is, zag je een aantal letters voorbij komen in de aflevering van The Evil Within. Dat is dus een reden, want die letters gaan uiteindelijk een woord vormen. En als je dat woord mailt naar mijn e-mailadres vincentbarietjes@gmail.com, dan maak jij kans op één van de 3 t-shirts die ik mag weggeven van The Evil Within. Let erop dat het wel een maatje S is. Dus maat S, een Evil Within t-shirt, kan jij winnen als jij het juiste woordje, of misschien wel 2 woorden of 3 woorden, kan raden
Die te maken hebben met de Evil Within. Dus je krijgt eigenlijk elke video, of niet alle video's, maar een aantal video's, een aantal letters cadeau van mij. En die vormen dus een woord. En als je het weet, nogmaals, mail dat woord naar vincentbrietjes@gmail.com. En wie weet win jij het t-shirt, vraag je adres en dan stuur ik dat t-shirt naar je op. Bedankt voor het kijken naar deze Evil Within video. En ik zie je hopelijk de volgende keer. Gaan we lekker griezelen. Tot dan!